Ik hoop dat inmiddels deze microfoon open is gegaan. Dat is geloof ik het geval. Ik hoop dat u me ook achterin kunt verstaan. Ja, mooi. Ja. Ik had voor vanavond een vrijkaart om naar de voetbalwedstrijd te gaan. Want we hadden als Solidariteit 20 vrijkaarten gekregen. Dat komt omdat wij voor Ghana veel betekenen. De Max Havelaar bananen komen voor 1/3 ongeveer uit dat land. Daar hebben we een plantage. De Fulton River Estates, vlak onder de dam. Waar milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde bananen, ananassen en mango's vandaan komen. Vandaar krijg je af en toe een tegenprestatie en dat was die vrijkaart. Maar ik ben toch hier vanavond, want dat was de afspraak. Het ondernemerscafé, het moet dus gaan over ondernemen. En wat mij betreft heb ik daar een bijvoeglijk naamwoord voor nodig, een toevoeging. Het gaat over maatschappelijk verantwoord ondernemen, want dat is het ondernemen van de toekomst. Er zijn mensen, als die spreken over maatschappelijk verantwoord ondernemen, dan gebruiken ze de bekende formulering. Het gaat over de manier van ondernemen met een evenwicht tussen profit, people en planet. Tussen winst, tussen mens en milieu. En met name linkse mensen hebben wel eens de neiging om dat zo te interpreteren dat het erom zou gaan hoeveel bedrijven, wat bedrijven bereid zijn in te leveren van hun winst ten gunste van mens en milieu. En dat gaat niet werken. Ik denk dat het daar nu om gaat. Het gaat erom dat je bedrijven juist interesseert. Dat ze de kansen zien. De kansen zien van sociale ontwikkeling. Het is absurd dat wij 4 miljard mensen in deze wereld niet kunnen bedienen. Niet kunnen bedienen met goederen, met diensten. Omdat ze geen koopkracht hebben. Daar valt niets aan te verdienen. Ik denk dat er aan milieu, goede milieuvoorzorg, goede milieuinvesteringen, dat er veel winst te behalen valt. Kostenbesparingen en nieuwe kansen. Dus bij mij gaat het niet bij maatschappelijk verantwoord ondernemen tussen 3 aspecten die beter in evenwicht moeten komen of winst die ingeleverd moet worden ten gunste van planet en people. Nee, het gaat om een hele nieuwe manier van denken waarbij deze 3 uitgangspunten tot een nieuwe manier van ondernemen leidt. Ik wil u dat een beetje met jullie delen. Vanavond door iets te vertellen over de gang die ik zelf als persoon en als de organisatie waarvoor ik werk, Solidariteit, in de afgelopen bijna 30 jaar hebben doorgemaakt. Wat we geleerd hebben, welke experimenten we hebben opgestart en hoe wij geleidelijk van een kleine organisatie een wereldspeler zijn geworden in fair trade en maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat is werkelijk waar, een wereldspeler in 3 continenten in het zuiden, in Europa, in Japan en in de Verenigde Staten. Het is allemaal begonnen met een dienstreis die ik mocht verrichten, die ik mocht doen voor de organisatie waar ik toen begon te werken, 28 jaar geleden, een interkerkelijke ontwikkelingsorganisatie, Solidaridad. Ik kreeg toen de kans om 3 maanden lang Spaans te leren en op locatie in Midden-Amerika rond te reizen. Dan spreek ik over midden jaren 80. En de meest indringende ervaring die mijn hele verdere loopbaan bij Solidariteit heeft bepaald, was de ontmoeting met een boerencoöperatie. Indiaanse boeren in het zuiden van Mexico. Ze hadden een coöperatie opgericht onder het motto Organizar la Esperanza. Wij organiseren de hoop. Uit hoop leven, dat is mooi, maar uiteindelijk moet je hoop organiseren, wil er echt iets veranderen. En die ervaring met die boeren heeft mij op het spoor gezet van wat uiteindelijk Max Havelaar geworden is. De boodschap die zij, deze Mexicaanse boeren, mij meegaven, was zorg dat we betere terms of trade, betere handelsvoorwaarden krijgen voor ons product, zodat de arbeid die wij steken in koffie loont, dat er sociale ontwikkeling is in onze dorpen, dat de honger uitgebannen wordt, dat er een betere voedselvoorziening tot stand komt, dat kinderen naar school kunnen en onze kinderen de minimale gezondheidszorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. En dat moest niet via traditionele ontwikkelingshulp, niet via projecten, maar het moest door een nieuw economisch initiatief. En 3 jaar later was het zover. De introductie van het Max Havelaar keurmerk, inmiddels zo'n 21 jaar geleden. Het ging toen, in mijn denken van dat moment, ging het om betere prijzen, better terms of trade, betere handelsvoorwaarden voor boeren. En dat hebben we ontwikkeld bij Max Havelaar in een concept waarin er een minimumprijs was, een meerprijs voor productie, waarin de keten verkort werd, zodat er rechtstreeks geëxporteerd kon worden door landers. Dat was het begin, toen, midden jaren 80, toen niemand nog het woord kende van wat inmiddels genoemd wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen.
een inclusieve benadering. We zorgen dat prijzen de waarheid zeggen over de echte kosten. Ook de kosten die je maakt voor sociale ontwikkeling. Of de milieuinvesteringen die nodig zijn om het milieu te behouden. Kosteninternalisatie heet dat in de economie. We zorgen dat de prijzen de echte kosten weerspiegelen. Dat was het concept achter Max Havelaar. Jullie hebben daar al wel iets van meegekregen, want dat is het begin geweest, toen wij introduceren het keurmerk in Nederland, het begin geweest van wat inmiddels een brede fair trade beweging is geworden. En Solidaridad is heel dicht bij die beweging gebleven tot vandaag de dag toe. Met de introductie van het Max Havelaar keurmerk in 88, midden jaren 90 met de OK-banaan, Max Havelaar fruit. Inmiddels is dat nog een sterker product geworden dan de koffie waar we destijds mee begonnen zijn. Als je afreist op vakantie naar Zwitserland en je loopt langs een Mikros en een Coop, dan zie je daar Max Havelaar bananen liggen die de plek hebben ingenomen van Chiquita. Het is het aanmerk. Het is een 40% marktaandeel. Iets wat we in Nederland in de verste verte niet gehaald hebben. Begin jaren 90 hebben wij een initiatief genomen in de kledingindustrie. Ik heb toen 2 jaar lang hard onderhandeld met allerlei kledingbedrijven. Het meest intensief met G-Star. Hier vlak buiten de stad, een hoofdkantoor. En het lukte ze niet om ze op het spoor te brengen van wat wij noemden toen al maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een atelier wat eerlijke prijzen betaalt, eerlijke lonen betaalt en een fatsoenlijke werkplek geeft voor de naaisters. Normale werkuren, een redelijk loon, een veilige werkplek. Het lukte ze niet om ze te interesseren voor milieuvriendelijke katoen, voor biologische katoen. En toen dachten we, we laten het zien in de markt zelf dat het anders kan. Dat was in 2001, toen namen we het initiatief tot wat een bekend jeansmerk is geworden, Kuichi. Kuichi betekent de god van de regenboog. Het is een verhaal uit Peru, waarin de Indiaanse gemeenschap tegen elkaar zegt van wij hebben de kleuren van onze poncho's gekregen, omdat de god van de regenboog, Kuichi, boos was op de gemeenschap omdat er onrecht was. En pas toen we het herstelden, kwam een kleur in onze gemeenschap. En daarom hebben we die mooie poncho's. Dat is het verhaal van de god van de regenboog, Kuichi. Ik kom daar nu net vandaan. Van het hoofdkantoor van Kuichi, het atelier, de hoofdkantoor en de showrooms in Haarlem. En we staan aan de vooravond van een geweldig grote doorbraak. We ontrollen in de komende 2 jaar 65 one-brand stores in heel Europa. In Parijs, in Montpellier, in Londen, in Frankfurt, in Berlijn. Veel sterker dan wat we in Nederland van de grond hebben gekregen, met hier en daar een verkooppunt en een aarzelende omzet. Over het algemeen, alle initiatieven beginnen in Nederland, hebben een wat moeizaam hoogtepunt, rond 2-3%, en in het buitenland groeien ze veel sterker door. En Kuichi is een concept waarin we letten op de oorsprong van het product en de kwaliteit van het product. 4 jaar geleden werd ons designteam weggekocht door Diesel in Milaan. Door een hele goede beloning, een hele goed loon te betalen voor onze designers. Het heeft 1,5 jaar geduurd voordat we daar overheen waren. 1,5 jaar geleden konden wij het belangrijkste team van Max overnemen. Het grote kledingcontroleur Max. En deze 6 mensen hebben in een jaar tijd het hele bedrijf omgeturnd en in de stijgers gezet, in de startpositie gebracht, om die grote uitrol van een eerlijke jeans over Europa tot stand te brengen. Dat is ondernemerschap. Een Max Havelaar keurmerk, in koffie en bananen en nu steeds breder, uitgerold over Europa, de Verenigde Staten, Japan. Wat heel veel producenten in het zuiden een nieuw alternatief biedt. Een betere handelspositie, een directere positie op de markt. Het achterliggende gedachte is, het gaat om ondernemerschap. Het gaat om boeren, arme boeren, marginale boeren, om die zo ver te brengen dat ze professionele agrarische ondernemers worden. We letten op productkwaliteit, op efficiëntie van de productie. We letten op sociaal verantwoorde en milieuvriendelijke productie. Het is interessant om jullie nog even mee te nemen van toen ik het Max Havelaar keurmerk bedacht in 88. Toen dacht ik dat het mogelijk zou zijn dat zo'n 10-15%, allerlei marktonderzoeken zeiden dat ook, dat 10-15% van de Nederlanders bereid was iets meer te betalen voor koffie als men wist dat het een mens- en milieuvriendelijke koffie zou zijn. We weten immers dat dat marktonderzoek meer een sociaal wenselijk antwoord representeert dan de waarheid. Want het marktaandeel van Max Havelaar schommelt tussen de 2-3%. Er zijn veel mensen die het sympathiek vinden, maar we doen het niet. We kopen en blijven kopen het oude Egberts of andere merken.
Dus er zit een verschil tussen burger, wat we belangrijk vinden als burger, en wat we als consument doen. 10 jaar na Max Havelaar, dus dan spreek ik over 1999, zo 10 jaar na de start, toen dacht ik van, hoe komt dat nou dat we hier geen beweging in krijgen? Dat we Douwe Egberts niet hebben meegekregen? Dat we die consument niet echt meekrijgen in betekenisvolle aantallen na 10, 15, 30% van de markt? En toen dacht ik, dan moet je eens gaan praten met degene die niet meedoet, met je tegenstander. En dat was eigenlijk het grote koffiemerk van Nederland, Douwe Egberts. Dus ik heb na 10 jaar Max Havelaar, waarin we iedere keer een beroep deden op Douwe Egberts om mee te doen, ben ik naar Douwe Egberts gestapt, een keer met de boodschap, ik kom niet vragen om mee te doen, maar ik kom vragen, leg mij uit waarom jullie niet meedoen met Max Havelaar. En dat waren interessante gesprekken waar je verschrikkelijk veel kan leren. Over het algemeen, jullie staan allemaal vrij in het begin van jullie leven. Als je echt iets wil leren, moet je niet praten met de mensen die het met je eens zijn, maar mensen die het niet met je eens zijn. Dat is veel interessanter dan het gesprek van de gelijkgezinden. Dus ik heb met Douwe Egberts gaan praten over waarom doen jullie na 10 jaar nog steeds niet mee met Max Havelaar. En ze zeiden 3 dingen tegen mij die me altijd bijgebleven zijn en hebben geleid tot een nieuw initiatief. Jullie hebben dat kaartje gezien, dat initiatief Good Insight, OOTS Certified. Wat zei de ondernemer Douwe Egberts tegen mij? Ze zeiden van, meneer Rozen, we hebben veel beter begrepen dan 10 jaar geleden dat we naar duurzaamheid toe moeten. Dat we ook als grote koffiebranden verantwoordelijkheid moeten nemen voor de origine van ons product in een productieland. Dat een boer inderdaad een eerlijke prijs moet krijgen. En misschien doen we dat niet vanuit een morele overtuiging, maar vanuit een commerciële, daar is niks mis mee, namelijk de commerciële overtuiging dat alleen als je in de economie zorgt voor leven en laten leven, als je ervoor zorgt dat een boer kan investeren in de kwaliteit van zijn productie, in de kwaliteit van zijn sociale omgeving, in de voorzorg van het milieu, dan heb je continuïteit van je business. Uiteindelijk gaat duurzaamheid, naar mijn gevoel, over de continuïteit van de business. Het gaat niet over hoeveel winst je gaat bereid bent in te leveren voor profit en people. Het gaat of je de potentie van winst naar de toekomst kunt wilt behouden door nu te investeren in sociale ontwikkeling en milieuvoorzorg. Want we staan voor een gigantische uitdaging. We moeten in de komende 30 jaar onze hele economie omkitten naar een hele andere manier van energievoorziening. Een hele andere manier van behoud van de natuurlijke omgeving, de biodiversiteit. Anders vernietigen we de capaciteit voor onze toekomstige generaties, onze eigen kinderen. Het gaat om een heel belangrijke conversie, een heel belangrijk transformatieproces. En daar zijn dit soort initiatieven, die wij 30 jaar geleden begonnen, beginnende voorbeelden van. Douwe Egberts zei tegen mij van, we doen niet mee met Max Havelaar omdat we niet in dat systeem geloven. En ik vroeg waarom. Ze zeiden van, dat die manier van werken die jullie ontwikkeld hebben met die hoge certificeringskosten, dat label waar je zoveel voor moet betalen omdat er zoveel communicatiekracht achter moet zitten, omdat die consument de keuze moet maken voor een ander product, dat zijn vermijdbare kosten. Dat is een duur systeem wat wij als brander in een commerciële markt ons niet kunnen permitteren. Ze zeiden tegen ons, jouw systeem, meneer Rozen, wat je bedacht hebt in de jaren 80, dat is eigenlijk een toch vrij socialistisch systeem waarin je met vaste prijzen werkt. Wij geloven niet in vaste prijzen. Wij geloven in prijzen die juist een kwaliteitsincentive, een kwaliteitsprikkel voor producenten betekenen. Wij geloven in prijzen die in de markt tot stand komen. Wij willen best iets meer betalen voor een duurzame product, voor een duurzame koffie. Maar dat zijn we alleen bereid om te doen als het een betere koffie is. En beter, kwaliteit mag best meer zijn dan productkwaliteit, mag sociale kwaliteit zijn en milieukwaliteit. Maar de waarde die dat product in de markt krijgt, is voor ons de waarde die wij bereid zijn te betalen. One price fits all, voor alle koffie dezelfde prijs, dat is niet de weg die wij willen begaan. Wat zij tegen mij zeiden is van, die consument, daar heeft u zich een beetje op gekeken, als Solidaridad. Jullie denken dat die consument duurzaamheid het meest doorslaggevende aankoopmotief vinden. En jullie dachten in jullie naïviteit dat die allemaal Max Havelaar koffie, oké bananen en Koichi jeans zouden kopen. Maar zo zit de consument niet in elkaar. De consument vindt duurzaamheid een belangrijke randvoorwaarde voor de economie, maar geen doorslaggevend aankoopmotief. Doorslaggevend aankoopmotief is in eerste instantie kwaliteit, productkwaliteit. Het is het imago, dus de styling van een jeans. Kun je ermee verschijnen bij je vrienden, op schoolplein en op de universiteit. Dus het zijn hele andere waarden die doorslaggevend zijn voor het aankoop,
gedrag van consumenten. Duurzaamheid is de tweede boodschap, de tweede motivatie. De eerste boodschap is productkwaliteit, uitstraling en al dat soort zaken. Dus als u een duurzaamheidsconcept voor ons wil ontwikkelen, moet u zorgen dat het kostenefficiënt is, goedkoper in zijn systeemkosten. U moet zorgen dat de prijsvorming in de markt tot stand komt door voor duurzame koffie een premium te laten ontstaan, een added value, een toegevoegde waarde te laten ontstaan, waardoor wij die betere prijzen, maar dat geldt dan ook voor onze concurrent, dus het leidt niet tot concurrentieverstoring, dat die betere prijzen betaald worden in de markt. En u moet zorgen dat het een tweede boodschap is. Niet zo schreeuwerig Max Havelaar koffie, nee, Douwe Egberts koffie, want dat is imago, dat is kwaliteit, daar hebben we 100 jaar aan gewerkt, Douwe Egberts koffie. En Douwe Egberts koffie met als tweede boodschap dat het natuurlijk ook maatschappelijk verantwoorde koffie is. En dat is OOT Certified. Mijn telefoon gaat, maar dat laat ik gewoon even lopen. Dat is OOT Certified. Zijn de collega's in het stadion? Ja, waarschijnlijk. Daar staan we nu achter, hè? Nee, dat is helemaal niet. En dat is, dat is wat wij noemen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus fair trade, en dat geldt ook voor biologisch, organic. Dat zijn consumentenlabels. De consument moet kiezen. Wij zijn langzamerhand doorgeschakeld als Solidaridad tot systemen waarbij we de gangbare bedrijven, de Douwe Egberts van deze wereld en de Unilever van deze wereld, helpen bij het verduurzamen van hun productie. En OOT Certified, als u dat zou bestuderen, als u hier naar de website gaat, is een systeem met lagere kosten voor certificering. Veel lagere kosten, 1/8 van wat Max Havelaar kost. We laten de prijs, de premium voor duurzame productie in de markt ontstaan. Douwe Egberts is bereid 5-10% meer te betalen voor zijn koffie als dat een marktnotering heeft op basis van de kwaliteit, de maatschappelijke kwaliteit van het product. En we zorgen dat Douwe Egberts in zijn promotie aan kan geven van ik ben ook op een goede manier bezig. Die manier van werken, en er zijn meerdere concepten dan alleen OOT Certified in de markt. Je hebt Rainforest Alliance, je hebt in de kledingindustrie een concept als Social Accountability International. Dat zijn allemaal systemen die de gangbare productie aan het verduurzamen zijn. Dat is de grote vernieuwingsslag die wij in de afgelopen jaren gemaakt hebben, van consumentenlabels naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. De laatste ontwikkeling die ik even snel met jullie wil delen is, het is belangrijk om dat goed te volgen in de media. De hele discussie over wat we noemen roundtables. We zijn steeds meer ingeslaagd, en Solidaridad en het Wereld Natuurfonds spelen daar een hele belangrijke rol in, om fora te creëren, roundtables, waarin een hele sector zich buigt over de duurzaamheidsproblematiek in een bepaalde sector. Als voorbeeld, de sojaproductie. De sojaproductie voor onze veeconsumptie, onze vleesproductie. Die sojaproductie is in hoge mate verantwoordelijk voor de kap van het tropische regenwoud in de Amazone, in Indonesië, op Sumatra en een aantal andere regio's. De expansie van die sector is een geweldig probleem en is een bedreiging voor het voortbestaan van deze aarde. De longen van deze aarde worden gekapt in een rap tempo en dat betekent dat we een verstoring krijgen van alle evenwichten. De enige manier om dat te veranderen is niet een duurzame soja op de markt brengen waar 2-3% van de mensen voor kiest. Of zelfs met de Unilevers en de Cargills van deze wereld afspraken maken over welke soja ze wel en niet in hun assortiment verwerken. Nee, de enige echte oplossing is een sectorbrede afspraak. Alle producentenlanden, alle merken, alle bedrijven om tafel om een paar basale afspraken te maken over wat we in ieder geval niet meer doen. Dat gebeurt in de komende jaren bij de roundtables, de ronde tafels voor palmolie, voor soja, voor rietsuiker, voor al die grote commodities die een bedreiging zijn voor de evenwichten van deze aarde. Nou, dat is het programma van Solidaridad. Dat wij proberen consumenten te bewegen tot bewuste keuzes. Voor fair trade, voor organic, voor biologische producten. Als voortrekkende initiatieven in de markt van bewuste consumptie. We proberen via maatschappelijk verantwoord ondernemen, proberen we concepten te ontwikkelen waardoor bedrijven in staat zijn hun hele supply chain, hun hele toeleveringsketen, om die te verduurzamen. Dat is met Douwe Egberts gelukt. In 7 jaar tijd, we zijn al in jaar 5, worden de 65.000 ton koffie van Douwe Egberts worden verduurzaamd. We helpen de producenten om te voldoen aan de code van OOT Certified, de Good Inside code, waarin koffieproductie
op een milieuvriendelijke en een sociaal verantwoorde manier tot stand komt. Het wordt dus weer verantwoord om de oude Egberts te blijven drinken, wat 20 jaar geleden niet het geval was. Nou, die beweging willen wij ondersteunen. We willen voor die grote commodities, willen wij via roundtables een aantal basale afspraken maken over wat we in ieder geval niet meer willen doen. Dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen. En het leuke van de manier waarop Solidaridad dat in de afgelopen 20, 25 jaar gedaan heeft, is dat we zelf als organisatie ondernemer geworden zijn door bijvoorbeeld Kuichi op te richten. Maar ook bijvoorbeeld Agrofair. In 1996 hebben wij Agrofair opgericht. Dat was het eerste bedrijf in de fruitsector wat een duurzame banaan in de markt heeft gebracht. De OK-banaan, de Max Havelaar-banaan. Dat is een bedrijf met 60 miljoen omzet. Wij zijn als Solidaridad voorzitter van de Raad van Commissarissen. Wij doen als ontwikkelingsorganisatie mee in de bedrijfsvoering. Als Kuichi, ik ben voorzitter van de Raad van Commissarissen van Kuichi, en in die hoedanigheid praat ik mee over de strategie van dat bedrijf. We proberen dus voorbeelden te stellen door te laten zien dat bedrijven een hele goede performance, een hele goede winst kunnen maken. Kuichi of aan bedrijven als Agrofair heeft een omzet van 30 miljoen euro en maakt jarenlang een winst van 1,5 of 2 miljoen euro. En we hebben ervoor gezorgd dat de producenten, en dan moet u zich voor de geest halen, een arme mango-producent in Burkina Faso, die nog nooit heeft durven dromen over een versterkte positie in de markt, is mede aandeelhouder geworden van Agrofair. 1/3 van de aandelen van Agrofair zijn eigendom van de producenten, van de bananenboer, van de mangoboer, van de ananasboer. Zo bouw je dus niet alleen ownership op, eigendom van mensen, maar je geeft ze ook zeggenschap. Dit soort concepten zijn wat wij noemen een fair price, een fair say en een fair share. Share in termen van aandelen, zeggenschap die ermee samenhangt en je krijgt een betere prijs voor. Ik ben ervan overtuigd en ik hoop dat jullie allemaal in jullie verdere leven daar proberen ergens met je ondernemerschap een rol in te geven. Het ondernemerschap van de toekomst en echt de leidende captains of industry hebben dat op dit moment begrepen. Het ondernemerschap van de toekomst gaat om een manier van kijken naar je onderneming waarbij je let op de sociale dimensie, de ecologische dimensie, waarin je de continuïteit van je bedrijf gaat baseren op een geïntegreerde benadering van die zaken. We kunnen niet meer op de oude manier bedrijfsvoering doen. En bedrijfsvoering ten koste van de natuurlijke hulpbronnen van deze aarde. Want we hebben ze verkwist in de afgelopen 2-3 generaties. En deze generatie zal een andere keuze moeten maken. Anders is er geen toekomst meer voor de generatie na ons. We zullen op een andere manier moeten gaan produceren. Het is de kunst om 4 miljard consumenten die nu geen toegang hebben door gebrek aan koopkracht tot die markt, omdat ze niet kunnen consumeren en produceren, om modellen te ontwikkelen om die toegang te organiseren. Dat is de sociale dimensie. En we moeten zorgen dat we op een inclusieve, een sociaal verantwoorde en een milieuvriendelijke manier produceren. Ik ervaar heel veel energie en heel veel visie en heel veel durf in deze manier van aanpak. Het is een nieuwe manier van aanpak van ontwikkelingssamenwerking. Het is een hele nieuwe manier van omgaan met denken over wat je moet ondersteunen in ontwikkelingslanden. Ga weg uit de hulprelatie. Gaat weg uit het ophouden van een hand en het ondersteunen van mensen zonder een tegenprestatie te vragen. Ondersteun het ondernemerschap, maar zorg ervoor dat het ondernemerschap van de toekomst, dat het een ondernemerschap is wat rekening houdt met elkaar en met de rechten van de toekomstige generatie, zodat we deze schepping, dit milieu, bewaren voor de toekomst. Dat is mijn eerste introductie. Graag, ik weet niet hoeveel tijd er nog is, ben ik bereid om allerlei vragen, kritische vragen, ondersteunende vragen te beantwoorden. Maar dit is het verhaal waar ik warm voor loop en waar we al jarenlang steeds meer succes mee krijgen als Solidaridad, als organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Applaus.